Hallo meneer Creeper. Jij bent ons nieuwe. Ik Ik wil niet ben weten benieuwd hoe lang het mij en Friggy heeft geduurd tot we de wc vonden. De wc hebben we per ongeluk gevonden. Oh. Ik moet zo nodig, schiet op! Ik denk dat we nog een etage omhoog moeten. Nee, hier dus niet. We moeten lager. We moeten lager, Hermeline. Nog lager dan dit? Ja, want hierboven zitten we al op de tweede of zo. Kijk. Oké, okay, dan is dit de eerste etage. Kan wel. Nou, maar in welke vleugel zitten we eigenlijk? Ik heb de blueprint niet zo 1, 2, 3 naast me liggen. Die ligt ergens in mijn kast. No. Diamond, ik heb er al 10. Ik heb er 4. Nog steeds 4. Huh? Waarom lukt het Harry en zijn vrienden wel altijd om in één keer alles te vinden? Sorry, Hermeline. Ik zag het niet. Ja, ik was, ik was die chest ook aan het onderzoeken. Die teleport maar naar mij, dan geef ik je je spullen terug. Oh, teleporteer lekker dingo. Oh, is goed, hè. Dan moet ze even hier komen, dan geef ik haar spullen terug. Hermeline! Ja, ja, Harry. Hallo. Hey. Wat? Oh, nou weer, sorry, ik heb een, Ja, ik ze is een kattig meisje, hoor. En daar hou ik van kattige meisjes. En op een gegeven Isan, was jij aan het cheaten? Ik hè? Ja, want ik heb 52 diamonds. Ja, die heb ik toen ik dood was, toen pakte ik wat op van... Friggy, de cheater. Ja. Dus dan moeten we alles weggooien op 16 na. Zoiets. Dat wordt een leuke klus. Nou kom, we moeten op zoek naar de wc hè nog. Een Friggy zit hier nog steeds tegen de muur geplakt. Hey. Harry Potter leef je nog? En de nodige, blijft. Ja, dus hij leeft nog, door, Hallo, hier is ook een deur. Waar? Waar zie je nog geen deuren dan? Ja, inderdaad. Waar ben je nou? Harry! Ron! Harry Flopper! Neemt mij in mijn kont. In wat in je kont? Hij stopt zijn staf erin. Gadverdamme. De pijn. Niet slaan. Ik sloeg niet. Bingo. Wat? En hier was Friggy. Friggy, niet slaan. Slaat mij ook wel de tijd. Mij niet. Ik heb hem doodgemaakt, kon hem niet laten. Ik denk dat er een... Ons huis hier praat. Dat hoort niet. Hij is stout geweest. Ja, hij is droog, man. Hij krijgt boete. Boete. Hij wordt gestraft. Dingo, heb jij mij heel toevallig geslagen? Nee. Jawel. Wacht, een wooden bridge? Wat de hel? Wat gebeurt daar? Onze huisdieren zijn aan het doodgaan. Wie, hè? Nee. Hé, hey, ik stink niet. Zo. Hij is weer dood, ons huisdier. Hoe vaak is die al dood? Oké, okay, kom hierheen, Nee, we moeten deze nemen. We gaan volgens mij nu naar de goede vleugel. Oké. Okay. Maar dat weet ik niet zeker. Ik hoop het maar voor de gelijke. Oké, okay, dan komen we bij nog een brug en dan moeten we niet door die brug, maar we moeten langs de woedenbrug. En het regent. Hier waren we net niet geweest. Huh? Hier zijn we nog niet geweest, volgens mij. Hier zijn we al geweest. Naar beneden, toch? Ja, hier naar beneden. Moeten we niet naar die grote toren of zo? Ik wil iets tegen je zeggen, ik weet niet of hun de blueprints hebben gevolgd. Want ik heb ze nu naast me liggen. Oh. Helemaal naar beneden. Oké, okay, we zijn weer helemaal beneden. En hier ergens tussen deze gangen zou het kunnen zijn. Als ze zich aan de blueprints hebben gehouden. Nou, oh, dit zijn de, kleine beukdingen. We komen weer buiten, we zijn dicht bij de wc's. Want de wc is dicht bij het plein. Oh ja.
Heeft iemand hier de diamond al eruit gepakt? Ja, ik. Oké, dan stop. Ben, kom, we gaan weer verder met ons tocht. Oh, ja, ik heb een geheime gang gevonden hier. Hier zat een schilderij, ja. Geheime gang. Kom. Er zat volgens mij geen schilderij voor de wc's. Maar we kunnen kijken. Ja, nou aan, we gaan kijken wat die beneden zit. Misschien is het wel dingen van Azkaban of wat. Nee, de Azkaban, dat is omhoog. Dat is een... Volgens mij, nee, volgens mij is dit het ding waar we vandaan kwamen of zo. Of dit is volgens mij de weg als we klaar zijn met die kamer. Ja, kom, we gaan er weg. Anders is het niet goed. Nee. Maar we weten wel dat we deze kant op moesten. Oké, we lopen dus op de goede weg. Nou, dit is de uitgang. Kom, ik verveel me, we gaan gewoon. Ja. Oké, volg Harry. Gaan we nou wel of niet? Ja, we gaan, kom. Hoe lang duurt dit al? Zat. Je zit nu al een uur te filmen of zo. Nee, dat is zo lang ook nog niet, hoor. 3 kwartier. Ja, dat kan. Volgens mij gaan we naar de wc's, we gaan heel erg diep. Kan ook. Ja, maar dan moet ik weer vliegen. De vliegspeuk op Kingo gebruiken, op Ron gebruiken, zodat hij ons veilig naar hem kan toetypieën. Ja, en dat doen we dan maar. Die spreuk is heel erg moeilijk om 2 keer te doen, hoor. Omdat ik het volgens Hermelien altijd verkeerd uitspreek. Waar zijn we? We zijn in het boothuisje. Is dit het boothuisje? Ja. Oh, wacht. Daar, ik hoorde jou dat jij ergens in de buurt van was, van het boothuisje. Ja, dus we moeten weer terug naar het stil. Dit is de uitgang. Maar waar die uitgang na verder komt. Dit wordt een hele leuke trip. Hey, heb je trouwens een map? Ja, maar dan zie ik alleen het stil van buiten. Wacht eventjes. Oh, heb jij de map? Oké. Okay. Kijk uit, ik ben professor Snee. Ik zweer plechtig dat ik Snow de plannen heb. Meneer Snee komt eraan! Nee, het lukt. En oh, weg. Zeggen, loop. Loop door. Hij komt er echt aan. Ik zeggen, Snow de plannen uitgevoerd. Snow de plannen uitgevoerd. Creepers! Nee, waar? Vlucht! In het kasteel! Nee. In het kasteel! Snow de plannen uitgevoerd. We gaan vieren. Nee, wat is dit? Nee! Oh, nee! We gaan hier blijven jozen, auw. Ik viel. Pak mijn spullen alsjeblieft. Sorry. Oh, nee. Nou, Ron is al dood gegaan. Wacht eens, is dit niet toevallig die film waar ik mijn arm breek? Waarom red ik opeens zo snel? Kom eens. Ja, wat? Kom eens, serieus, ik sta hier op de brug. Nog één! Nee, weer! Ja, ik ben een stuk kwijt. Bingo! Ja. Kom eens. Kijk, dat is de film waar je arm breekt. Ah, hoe kun je? Hallo, meneer Creeper. Jij bent ons nieuwe... Oh, nee! Harry is een limmerik. Mag ik mijn zwaard terug? Of heb je het niet? Hier zo, Harry, dan kan je eruit. Vroeg toch of je hem wil pakken, Wat? Vroeg aan Lisanne, pak mijn zwaard. Wat doet ze? Pak mijn zwaard niet. Ik wist niet of hij zwaard had. Ze lag naast je toen ik dood. Harry, wat doe je? Ah, niet meer. Ik heb geen stok genomen. Hey. Hey, wil jij mijn lange, puntige stok voelen? Hey, Kingo, kan jij voor mij even gast, Friggy. Friggy, we moeten nog... Wat mijn dinosaurus geven. En dan ontploft er weer een creeper. Ja. En we niet hebben enigens. En een golden apple graag. Hoezo? Omdat ik echt word ontploft door creepers. Hier, daar achter je. Ik gooi een hele lading, maar dat is ook niet de helft van mij. Zeg eens, Tricaris of zoiets. Tricaris? Ik bedoel... Nee, kom, we gaan door. Ik wil de centrale hal, dus niet deze, maar de echte... Wow. Je wordt beschoten. Ja, maar de grote, hoe heet het? Ergens zag ik tot een grote toren, dus daar moeten we heen. We moeten eerst met de trap helemaal naar boven. Kom mee. Even op de footprints kijken. De wc is wel ergens hier, ik meen het, kom. We zijn in de grote hal, dan moeten we naar beneden, volgens de blueprints. Het is de dikke dame. Daar. Kijk, op schoot van die ene meid, de dikke dame. Ik zie hem. we kunnen hier naar beneden gaan. Wacht, wat is hier? Oh, wacht, nee. Hoe heet, wat was ook weer die verdieping waar je niet op mocht? De derde etage of zo, toch? De vierde.
De vierde. Maar daar zijn we al geweest, want dan kom je bij het schaakbord. Oh ja, dat is waar. Maar kom, we gaan even hier naar boven. Zo, we moeten hierheen volgens de blueprint dan. En hier kunnen we naar beneden via een trap. Kijk, jongens, kijk, hier. Wat? Waar? Kom eraan, Harry. Waar ben je? Zit ergens gewoon midden in de vloer een trap. Waar ben je? Hier zo. Wacht, ik zie je.